ik denk dat we heel veel webinars en evenementen zien die gaan over security. En vooral over de technologie en wat je er allemaal mee kan en wat voor gave tools er allemaal zijn. Maar eigenlijk is er heel weinig wat er gaat over people and process. En dat wilden we vandaag graag naar voren laten komen in de Best Kept Secret. Het is levendiger en je ziet ook meer hoe je antwoorden landen, om het zo te zeggen, dan wanneer je dit virtueel zou doen. Dus nee, ik vond het een heel geslaagd format. Ja, het zat eigenlijk al een beetje in het thema dat cybersecurity toch voor een heel groot deel over mensen gaat. We benaderen het altijd heel erg als een heel technisch onderwerp. Maar ja, toch van eigenlijk uit allerlei voorbeelden benadrukt, we proberen mensen te beschermen. En mensen zijn een hele belangrijke schakel om daarbij ook. En je ziet eigenlijk dat het stukje ransomware en de nation-state attacks zijn de grootste. En vooral vanuit de ransomware, waarin je je data goed moet hebben beveiligd, maar ook de toegang tot je data. En daar zitten gewoon de grootste risico's. En dat zie je natuurlijk ook heel veel in het nieuws nu tegenwoordig met alle aanvallen die bezig zijn. En de enorme hoeveelheden aan bedrijven die getroffen zijn en die in het nieuws komen. Hoe speelt Microsoft daarop in? Ja, we proberen onze technologie ondersteunend te laten zijn. Dus als je een mailtje binnenkrijgt, kun je heel erg proberen uit te leggen. Van, ja, je moet het mailadres proberen te ontcijferen en je moet voorzichtig zijn met linkjes. Dat zijn allemaal hele goede adviezen, maar ook best wel moeilijk voor als je niet veel van IT weet. Dus wij proberen met technologie daar als het ware onder de motorkap je ook heel erg bij te helpen. Dus door je waarschuwingen te geven, je hebt nog nooit een mailtje van deze persoon gekregen. Of als je op een linkje klikt, niet die verantwoordelijkheid bij jou leggen, maar te zorgen dat dat onder water gecontroleerd wordt en dat je doorgestuurd wordt als het netjes te vertrouwen is. Vanuit Insight proberen wij onze klanten te helpen door middel van onze aanpak van Plan, Build, Manage. Dus als we eerst goed gaan kijken, wat is nu aan de hand? Wat heb je al? Waar kunnen we de verbeteringen inbrengen in jouw security posture, zoals we dat zeggen. Dus in je beveiliging van de IT-omgeving. En vanuit daaruit eigenlijk een groeimodel krijgen naar de maturity level die een klant maar wilt. Wat allemaal gaat over welke risico's heb je nu? Hoe kun je dat beveiligen? Maar ook de detectie kunnen wij gewoon heel erg goed bij helpen. We hebben een Security Operations Center die 24/7 echt eyes on glass kunnen zijn. En kijken naar al die security incidenten, evenementen die nu echt zijn in iedereen's omgeving. En daar heb je mankracht voor nodig. En dat is waar wij ook een grote rol in spelen.